Leti Tjekkuipers, ik werk al vele jaren bij het ministerie van Volksgezondheid, bij de directie publieke gezondheid en ik ben ooit het actieprogramma Kansrijke Start begonnen. Dat is 5,5 jaar, eigenlijk 6,5 jaar geleden. En ik vind het heel leuk om vandaag nog even een keer aan jullie iets te vertellen over het ISA-gala en het SPUC. Inge heeft al uitgelegd waar deze voor staan, maar daar kom ik zo meteen ook nog even wat verder op terug. En ik denk zelf dat ik wat ik vertel voor een deel van jullie ook wel bekende stof is, maar ik zet het toch maar even op een rijtje op verzoek van Inge. Op de volgende dia is te zien, even heel kort, waar het ISA, het Integraal Zorgakkoord, voor staat en waar het Gezond en Actief Levenakkoord voor staat. Het ISA is getekend door partijen in september 2022 alweer. Dat is een akkoord wat eigenlijk iedere 4 jaar specifieke onderdelen in deelakkoorden afgesloten wordt rondom de zorg. En waarvan in 2022 is afgesproken dat het allemaal bij elkaar in één akkoord terecht zou komen. Dus de partijen maken in zo'n integraal zorgakkoord afspraken over hoe gaan we de komende jaren de zorg verder verbeteren. En in het ISA van 2022 staat vooral de houdbaarheid van het zorgstelsel centraal. En dat is voor ons, Kansrijk Start, best een belangrijke akkoord geworden. En daar zal ik zo meteen ook nog even iets meer over vertellen. Aan de rechterkant staat kort samengevat waar het Gezond en Actief Levenakkoord voor staat. En dat is afgesloten in begin 2023. Als langere doelstelling van het Gezond en Actief Levenakkoord is dat we komen tot een gezonde generatie in 2040. En in dat Gezond en Actief Levenakkoord maken VWS, de VNG, of zeg maar de gemeente en de zorgverzekeraars, in de naam van Zorgverzekeraars Nederland en de GGD'en, afspraken over op welke wijze kunnen we invulling geven aan meer gezondheid in ons land. En in dat Gezond en Actief Levenakkoord is aandacht besteed aan best wel heel veel onderwerpen rondom gezondheid. Inclusief ook Kansrijke Start. Kom ik ook weer op terug. In de volgende dia kun je zien wat de samenhang is tussen het GALE en het ISA. Er zijn ongetwijfeld ook wel meer samenhangen uit te halen, maar specifiek voor het onderdeel rondom het gezond leven en preventie, dat heet onderdeel G, is aangegeven dat er in het GALA, want dat is later gekomen, verder uitgewerkt zou worden hoe dat vorm zou krijgen. En dat geldt ook voor het onderdeel rondom regionale samenwerking. En in het ISA staat nog dat er een addendum bij het GALA zal komen daarvoor. Maar uiteindelijk is er voor gekozen om die teksten, de verdere uitwerking daarvan, om dat integraal over te nemen in het GALA zelfs. En daar zitten dus zowel rondom die regionale preventie-infrastructuur als specifiek tekst rondom Kansrijk Start. Die zijn eigenlijk allebei van belang voor het onderdeel waar wij ons met elkaar mee bezighouden. In de volgende dia is te zien om wat voor specifieke afspraken het gaat die voor ons met elkaar echt heel erg belangrijk zijn. En dat gaat over de afspraken die nu in beeld zijn. De eerste afspraak is dat zorgverzekeraars en gemeenten gezamenlijk regionale samenwerkingsafspraken maken over gezondheidsbevordering van de populatie als geheel en van risicogroepen. De tweede is dat zij ook ketenaanpakken inrichten, regionaal, op de onderwerpen die daar genoemd staan. Dus ook Kansrijke Start. En dat er ook aanvullende financiering voor gemeenten zou komen. Die
En dat is een bedrag van 150 miljoen om ook bij te dragen aan die ISA-doelen. De werkagenda van de VNG staat hier. Nou, en alle onderwerpen die in het gala verder uitgewerkt zijn. In de presentatie zit ook een doorlink naar het gezond en actieve levensakkoord. Dus voor het geval jullie dat nog niet gelezen hebben, kan je daar nog naar kijken. Maar voor alles wat er in dat gala staat, is ook afgesproken dat er een financieel arrangement bij zou komen. En dat is uitgemond in de specifieke uitkering. Kortweg gezegd de SPUC. De SPUC voor gezondheidsbevordering. Het heeft een vrij lange naam. Want het gaat ook over sport en over het stimuleren van bewegen en over cultuur. Maar we houden het even kort nu op over de SPUC. En in die SPUC is aangegeven dat er in totaal voor bijna 300 miljoen voor 15 onderdelen middelen naar de gemeente gaan. De SPUC is trouwens van 2023 tot en met 2026. En van die 300 miljoen is bijna 200 miljoen structureel. Voor de onderwerpen die daar ook genoemd staan. Dus sport, bewegen, gezondheidsachterstanden, kansrijk start, valpreventie en respijtzorg. En er is afgesproken dat er, dat heb ik net ook even genoemd, nog 150 miljoen extra beschikbaar zou komen. En dat is gerealiseerd via de SPUC ISA, zoals we die noemen. Dus om bij te dragen aan de ISA-doelen. En ook die 150 miljoen is structureel. Nou, inmiddels hebben alle gemeenten aanvraag ingediend om de middelen op basis van deze SPUC te krijgen. Die middelen zijn ook allemaal toegekend aan de gemeente. Alle gemeenten in Nederland hebben die SPUC-aanvraag gedaan. En alle gemeenten hebben ook daarvan aangekruist dat ze ook de middelen voor kansrijk start willen. Want de gemeenten konden zelf kiezen voor welke onderdelen zij de aanvraag wilden doen. Een voorwaarde om die middelen ook te ontvangen was dat gemeenten voor eind september een integraal plan moesten indienen. En de middelen die beschikbaar zijn voor gemeenten zijn verdeeld op basis van een verdeelsleutel. Waarbij er rekening gehouden werd met inwoneraantal, opleidingen en inkomen. Dus eigenlijk vooral ook gericht op gezondheidsachterstanden. Nou, in hoeverre staat kansrijk start in het ISA en het GALA? Ik heb hier een aantal onderdelen eruit gepikt. Er is aangegeven dat we met elkaar kijken naar duurzame financiering voor kansrijke start. Er is afgesproken dat gemeenten in alle gemeenten er een lokale ketenaanpak kansrijke start komt in 2024. Of wordt vervolgd en doorgezet en verder ontwikkeld. Dat gemeenten ook ondersteuning gaan geven bij regie op kinderwens. Voor gezinnen in kwetsbare situaties specifiek. En dat er ook aandacht besteed wordt aan preconceptievoorlichten en preconceptiezorg. Er is in het gala aangegeven dat er vanuit zorgverzekeraars ook gevraagd wordt om een duiding van de ketenaanpak kansrijke start. En er is vanuit VWS aangegeven dat VWS een vervolg geeft aan de acties die ook in de vervolgaanpak kansrijke start staan. Dus alle partijen hebben aangegeven wat zij op dit gebied gaan doen. Misschien even voor die duiding ketenaanpak, want ik geloof niet dat dat verderop in mijn verhaal nog even terugkomt. Die duiding is inmiddels uitgemond. Eigenlijk is het niet echt een duiding geworden, maar het is uitgemond in een rapportage van het Zorg Instituut Nederland met de titel Verzekerd van een kansrijke start, waarin is aangegeven welke onderdelen van de ketenaanpak ZVW-zorg zijn. Dus op zich wel een interessant rapport, denk ik, voor wie dat niet kent, om daarnaar te kijken. Ik heb de link helaas niet in deze presentatie staan, maar het rapport staat wel genoemd bij ons op de site. Op de volgende dia is
even wat specifieker nog aangegeven hoe het zit met de SPUC-middelen voor kansrijke start. In de SPUC zit voor kansrijke start 15 miljoen in 2023 en dat loopt op naar uiteindelijk 20 miljoen in 2026. Daar is ook aangegeven in het Gezond en Actief Leven akkoord dat de middelen die gemeenten kunnen aanvragen ingezet moeten worden voor het vormen, versterken en behouden van de lokale coalities kansrijke start. En voor het vaker inzetten van interventies ten behoeve specifiek van gezinnen in kwetsbare situaties. En het gaat daarbij bij voorkomen erkende interventies als opgenomen op het loket Gezond Leven. En als derde, ook het maken van regionale samenwerkingsafspraken rondom kansrijke start. En dat is specifiek omdat we met elkaar inmiddels erachter zijn dat het eigenlijk niet voldoende is of aanvullend gewoon heel erg handig is om naast lokale coalities ook afspraken te maken in de regio. Omdat er best wel veel partijen rondom kansrijke start meer een regionaal werkende organisatie zijn. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen, zorgverzekeraars zijn. Ook voor zorgverzekeraars is het gewoon handig om ook op regionaal niveau afspraken te maken en niet met iedere gemeente apart. Letitia, er zijn een paar vragen in de chat. Ja. Wil je die eerst beantwoorden of wil je het aan het eind? Dat mag ook zeker nu. Alleen Ik lees wel even voor, ja, hoor. Even welke elementen er minimaal in een ketenaanpak zitten en of er ook een format is die gemeentes kunnen gebruiken. Een format voor? Een format voor de ketenaanpak beschikbaar die gemeenten kunnen gebruiken. Ja, er is een handreiking gemaakt. De handreiking ketenaanpak kansrijke start. Ik weet eigenlijk niet of die link hierin zit, maar ook die zouden we nog eventueel kunnen toevoegen, Inge, voordat het verspreid wordt naar de deelnemers. En in die handreiking wordt eigenlijk ingegaan op alle onderdelen die in die ketenaanpak een plek zouden moeten krijgen. Maar er zitten ook heel veel verwijzingen naar allerlei onderliggende handige checklists of formats of themadocumenten. Dus die handreiking is ook echt wel heel erg handig, denk ik, voor als je hier meer over wil weten. Ja, en nog een andere vraag, dat ging wat meer over geld. Bij een eerdere dia stond 150 miljoen is beschikbaar voor SPUC ISA, bijdrage aan de ISA-doelen. Structureel is dat dan ook nog naar 2026 doorlopend en zijn de plannen van het regeerakkoord hierin verwerkt? Nee, de plannen van het regeerakkoord zijn hier niet in verwerkt. Ik neem aan dat er bedoeld wordt het nieuwe hoofdlijnenakkoord, niet in verwerkt, omdat dat op dit moment nog te onzeker is, zeg maar, hoe dit verder loopt. Plus dat het echt ook heel erg op hoofdlijn is. Dus dat het ook nog, ook voor ons, nog echt heel onduidelijk is hoe dat precies handen en voeten gaat krijgen. Dus daar kunnen wij eigenlijk op dit moment gewoon niks over zeggen. Nee, dan gaan we door. Ook omwille van de tijd. Ja, zeker. Voor die regionale samenwerking. De reden waarom wij het echt wel heel mooi vinden is dat het ook opgenomen, kansrijke start ook opgenomen is in het ISA, is dat er vanuit het ISA ook de opgave ligt om te komen tot regiobeelden en regioplannen. De bedoeling daarvan is om vooral ook plannen beelden en plannen te maken die zich ook richten op de toegankelijkheid en beschikbaarheid van die zorg. En daar staat in het ISA dat iedere regio in 2023 eerst een regiobeeld moet opstellen met feiten en cijfers over de gezondheid en het zorggebruik in de regio. En dat is wel een heel belangrijke deze. Daar kom ik zo meteen ook nog op terug. Waar het gaat om kansrijke start, omdat ik denk dat dat nog wel een tandje beter had gekund. Maar we beginnen ergens en dat is mooi. En dat op basis van die regioplannen. De regioplannen opgesteld moesten worden. En die moesten uiterlijk 31 december 2023 gepubliceerd worden.
En die, en voor iedereen die dat wil, zijn die regioplannen en die regiobeelden ook heel makkelijk terug te vinden via de juiste zorg op de juiste plek. Nou, wat ik net al aangaf, is ik denk dat het heel mooi is dat die regiobeelden en die regioplannen er zijn. Maar dat er tegelijkertijd ook nog wel een, dat er ook nog wel verbetermogelijkheden liggen. Het SFIRM, dat is een onderzoeksbureau waarvan ik eerlijk gezegd de afkorting zelf niet weet, maar die heeft op verzoek van het College Perinatale Zorg geanalyseerd in hoeverre kansrijke start en de geboortezorg in die regiobeelden staan. Dat is wel een heel mooi rapport geworden, waarbij je denk ik ook wel, het is ook wel aan te raden om daarnaar te kijken. Zij geven ook aan dat het er zeker in zit, kansrijke start en geboortezorg, maar ook wel nog onvoldoende. Geeft zeker geen volledig beeld. Het is ook heel wisselend hoe die regiobeelden vorm hebben gekregen. En welke indicatoren daarin opgenomen zijn, welke cijfers er gebruikt zijn. Het RIVM gaat zo meteen volgens mij ook in op de gegevens die er regionaal beschikbaar zijn rondom kansrijke start. En je ziet dat het gewoon heel wisselend is opgenomen. Soms heel weinig en soms heel veel. En dat is ook heel goed te zien op de volgende slide, als ik het wel heb. Daar staat in ieder geval in dat het programma Kansrijke Start in 63%. Ja, hier staat van alle regiobeelden, maar volgens mij is dat vooral eigenlijk in die regioplannen is opgenomen. Nog één slide verder zie je ook heel goed hoe wisselend de indicatoren gebruikt zijn in die regioplannen. Friesland komt zo meteen ook aan het woord, is ook te zien dat Friesland dat heel goed heeft gedaan, denk ik. Die echt alle beschikbare cijfers en gegevens die er zijn ook heeft opgenomen in het regiobeeld. Maar er zijn ook regio's waarbij dat echt nog wel beter zou kunnen, denk ik, naar de toekomst toe. Wij hebben daar vanuit VWS ook wel geprobeerd aan te trekken dat die cijfers ook opgenomen zouden worden in die regiobeelden, omdat wij het idee hadden van op het moment dat die cijfers zijn opgenomen, is het ook makkelijker om in die regioplannen ook iets te zeggen over kansrijke start. Maar tegelijkertijd zijn we niet, zijn we ook wel, het is ook wel een hele mooie start, denk ik, als het gaat over regionale samenwerking en kansrijke start. Dat het op best wel een redelijk aantal regioplannen is opgenomen. Op de volgende slide is, maar goed, dat is misschien ook wel tegelijkertijd even ook een oproep naar jullie ook naar de toekomst toe. Waarschijnlijk gaat het iedere 4 jaar herhaald worden. Want ga er vooral ook voor zorgen dat er cijfers die beschikbaar zijn op regionaal niveau rondom kansrijke start en geboortezorg, dat die ook een volgende keer worden meegenomen in de regioplannen. En de regiobeelden uiteraard daarop, in de regiobeelden en de regioplannen daarop volgen. En dan kom ik denk ik op de laatste slide. Dit is de laatste, ja. Oh ja, die heb je ook nu in beeld. Ja. Ik heb net al even iets over gezegd, dat wij begonnen vooral met lokale coalitie kansrijke start. Dat we gaandeweg hebben gemerkt dat het ook heel belangrijk is om ook regionale samenwerkingsafspraken te maken. Het is ook wel heel belangrijk om te realiseren dat afspraken over monitoring daar ook echt bij horen. Hier zit ook een link in naar de checklist basisprincipes regionaal samenwerking. En daar zitten ook diverse links in naar de cijfers die er beschikbaar zijn en welke bronnen er gebruikt kunnen worden als het gaat over monitoring. En ook daarbij gelijk de oproep om ook vooral te evalueren hoe het gaat. Zowel cijfermatig als procesmatig. Als laatste misschien nog even een oproep dat het ook wel belangrijk is als er regionale samenwerkingsafspraken gemaakt worden,
dat er ook breder gekeken wordt naar welke andere samenwerkingsverbanden er zijn in de regio. Ja, wat mij betreft is dit wat ik in ieder geval wilde brengen. Ik weet niet of er nog meer vragen in de chat zijn gesteld, Inge. Nee, er was nog één die niet beantwoord was. Dat ging over die 150 miljoen die beschikbaar was voor SPUC-ISA. Bijdrage aan de ISA doelen, dat was structureel. Is dat nog na 2026 doorlopend? Dat was even los van het regeerakkoord. Ja, los van het regeerakkoord zijn dat structurele middelen. Waarbij we, nog maar even een keer herhalen, nog moeten afwachten hoe het hoofdlijnenakkoord verder zijn beslag gaat krijgen. Maar daar kunnen we nog niks over zeggen op dit moment. Ja. Oké, nou. Dankjewel, Letitia. Fijn dat jij dit nog even kon doen. Zo'n beetje, je vertelde net, het is met je laatste grote klus voordat je een andere levensfase ingaat, zeg maar. Maar heel fijn dat jij hier nog even aanwezig kon zijn. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Want dan gaan we nu door naar wat inzichten over regionale ontwikkelingen vanuit de landelijke monitor Kansrijke Start, die in april van dit jaar is gepubliceerd. Joyce, kun jij voorstellen zeker. En ons meenemen? Absoluut, fijn als jij de volgende sheet dan tevoorschijn wilt toveren. Mijn naam is Joyce Molenaar, ik ben een collega van Inge, werkzaam als onderzoeker, zowel bij het RIVM als bij de Health Campus Den Haag, veel rondom Kansrijke Start en projecten die daar een link mee hebben. Zoals Inge al zei, in april dit jaar hebben we een nieuwe monitor uitgebracht, een nieuw rapport, waarvan hier ook even de voorkant gekopieerd staat. En die is deels gebaseerd op cijfers vanuit een vragenlijst die naar alle Nederlandse gemeenten is verstuurd in oktober van afgelopen jaar. En daar hebben 267 gemeenten op gereageerd. En ik wil die nu kort even meenemen in een aantal cijfers die gaan over regionale samenwerking en monitoring. En op de volgende slide zien we dan even kort het aantal gemeenten dat daadwerkelijk een coalitie is gestart. En dat is inmiddels waarschijnlijk echt alweer wat meer. Destijds waren er 212 gemeenten met een coalitiekansrijke start. We weten dat er ook een aantal gemeenten zijn die de vragenlijst niet hebben ingevuld. Dus ook daarom zal dit percentage hoger liggen. We hebben daarbij vernomen dat er bijna 200 gemeenten zijn met een lokale coalitie. En 15 gemeenten gaven aan, wij hebben geen lokale coalitie, maar wel een regionale coalitie. En als we dan verder inzoomen op de gemeenten die een lokale coalitie hebben, dus in ieder geval op gemeenteniveau, dan geeft de meerderheid daarvan, namelijk 140 gemeenten, ook aan wel samen te werken met andere gemeenten. En dat is dan weer op verschillende niveaus. Dus het kan zijn dat binnen de provincie alle gemeenten samenwerken of meer binnen de veiligheidsregio, gebied van de GGD of een andere indeling. En dat er zijn ook gemeenten die samenwerken met één of meer directe buurgemeenten. En wat we verder hebben gezien en ook weten is dat het afhankelijk is van de context of er soms gestart wordt op lokaal niveau en vervolgens ook nagedacht wordt over samenwerking op regionaal niveau of juist andersom. En het voordeel van natuurlijk samenwerken met buurtgemeenten is dat er vaak vergelijkbare problematiek is, overlappende werkgebieden van organisaties die daar aanwezig zijn. De wens om krachten te bundelen. Maar je ziet dus dat het soms gestart wordt vanuit, we hebben een regionale coalitie en we gaan ook naar die lokale coalities. En vaker ook andersom, dus dat we een lokale coalitie hebben en steeds meer regionaal de samenwerking opzoeken. Wat soms uitmondt in een regionale coalitie ook. Ja, en als we het dan hebben over samenwerkingspartners die ook op verschillende gebieden werken, dan wilde ik graag deze slide even laten zien. Hier staan alle partners die gemeentes noemen wanneer we vragen naar met wie werk je samen of met wie zit je in een coalitie. En dan zijn er natuurlijk partijen zoals de kraamzorg of verloskundig samenwerkingsverband. Maar ook de ROS of zorgverzekeraar die natuurlijk op meer op regionaal niveau opereren. Dus je ziet ook echt wel dat gemeentes ook regionale partners noemen met wie zij samenwerken. En dan op de volgende slide, omdat we hier natuurlijk ook vooral kijken naar monitoring, heb ik ook even inzichtelijk gemaakt hoe gemeenten nu de lokale resultaten van Kansrijke Start of wat er in ieder geval binnen de gemeente speelt, zichtbaar maken. Dat gebeurt vaak met lokale cijfers en indicatoren, maar ook door gemeente of professionals en hun organisaties te bevragen. Dus niet alleen kijken naar cijfers, maar ook wat zijn ervaringen nu. Niet alleen ervaring van professionals en hun organisaties, maar ook in een kwart van de gemeente worden de ervaringen van de doelgroep in beeld gebracht. Bij een kleine percentage gemeenten wordt
worden ook ervaringsdeskundigen bevraagd of cliëntenorganisaties. Er is een klein deel van de gemeente die de resultaten niet of nog niet in beeld brengt. En we zien dan wel in de kwalitatieve gegevens dat het vaak wel een wens is om dat te gaan doen. Volgens één of meerdere van deze opties. Maar dat gewoon nog niet is gelukt. Daarnaast hebben we destijds in oktober gehoord dat het dashboard kansrijke start op regiobeeld met lokale indicatoren, waar ook Letitia net al even naar verwees, door bijna 100 gemeenten gebruikt wordt. En ruim een derde van de gemeenten geeft aan dat monitoring ook onderdeel is van een leercyclus binnen de gemeente, of dat in ontwikkeling is. Nou, Letitia liet net ook al mooi zien dat er verschillen zijn tussen regio's in het gebruik van indicatoren, zoals in de regiobeelden en in de regioplannen kansrijke start. Ik denk een belangrijke oproep van Letitia dat afspraken over monitoring er ook echt bij horen. En goed kijken naar hoe het gaat, en dat kan dus op verschillende manieren, zoals met die cijfers, maar ook dus echt om die ervaringen in kaart te brengen. En dan heb ik op de laatste slide nog even wat kwalitatieve gegevens, of in ieder geval berichten die gemeenten ons hebben meegegeven. Ze geven bijvoorbeeld aan, er komen echt mogelijkheden aan vanuit Scala en ISAM kansrijke start breder op de kaart te zetten. Maar het kost ook tegelijkertijd veel tijd en denkwerk. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor het stukje monitoring. En we horen daarin ook terug dat de wens is om voor de provincie een gezamenlijke monitor te ontwikkelen bijvoorbeeld. Of dat de regionale of op regionaal niveau de GGD al zowel de regionale als lokale resultaten in beeld brengt. Nou, ik hoop dat we vandaag weer een stapje verder komen in hoe kun je dat nu bijvoorbeeld doen. Dus dit was even een kort inkijkje in wat we nu hebben gevonden. En wat verder nog belangrijk is om te noemen, is dat er op dit moment hebben alle gemeenten ook weer opnieuw een vragenlijst gekregen in het kader van de Gala-monitor. En daar is kansrijke start natuurlijk een van de ketenaanpakken in. We hebben ervoor gekozen om niet een uitgebreide lijst met vragen over kansrijke start weer voor te leggen aan de gemeente, om niet te overvragen. Maar er zitten wel weer een aantal vragen in, zoals inderdaad het ontwikkelen van die lokale coalitie, regionale coalitie. Maar daarnaast ook, heeft de start van het Gala en de beschikbaarheid van het SPUC tot wezenlijk andere keuzes geleid in de vorming van een coalitie? En ook, wordt er voor kansrijke start regionaal samengewerkt, en is dat dan met directe buurtgemeenten of met de ISA-regio van het regioplan? Is dat op een andere manier? Nou, en dat soort resultaten die krijgen weer een plek in de rapportage van de Gala-monitor die dit najaar verschijnt. En vanaf volgend jaar zullen we waarschijnlijk gelijk lopen met de Gala-monitor. En dan komen er weer meerdere inzichten over kansrijke start en het Gala tevoorschijn. Dus dit was het even kort. Inge, zijn er nog vragen verschenen in de chat? Of, ja, één vraag. Dat heeft denk ik met regiobeeld te maken. Hebben jullie de resultaten ook op het niveau van zorgkantoorregio's? En in regiobeeld hebben we inderdaad op gemeenteniveau. Je kunt verschillende regio's aanklikken. Je kunt je eigen provincie maken, zorgkantoor, GGD-niveau. We sturen ook de link even naar regiobeeld met een mail. Dus dan kunnen jullie gewoon daar eens mee spelen. Ja. Dat was het. Oké, Joyce, dankjewel. Dan gaan we nu over naar de praktijkvoorbeelden. Joyce noemde net al even van dat er op verschillende manieren aangevlogen wordt vaak. Hè, van lokaal naar regio. Of dat ze al op regionaal niveau zijn gestart. Nou, Friesland is een voorbeeld waarbij je eigenlijk op provincieniveau al gestart bent. En straks Drenthe en Groningen gaat meer vanuit de andere kant. Dus Thea, jij gaat zelf delen, hè? Dus ik deel nu deze presentatie even. Wil jij jezelf voorstellen en als meenemen jij met jullie? Stopt, dan ga ik mijn venster met jullie delen. Zien jullie allemaal mijn presentatie? Ja, heel mooi. Nou, je moet hem nog even op Dia voorstelling. Ja, precies. Ja, nou komt hij goed. Goedemiddag. Mijn naam is Thea Westrink. Ik ben beleidsadviseur bij de Friese preventieaanpak. Dat betekent dat ik vanuit mijn functie verantwoordelijk ben voor alle vijf ketenaanpakken. Die pakken wij allemaal provinciaal in Friesland. En ik hoop dat mijn verhaal wat helpt eigenlijk in alles wat zo net al genoemd werd. Want het sluit heel mooi aan wat er allemaal genoemd is. Omdat we eigenlijk de verschillende geldstromen van Gala en ISA hierin ook samen laten komen. En dus ook eigenlijk alles wat er al gebeurt rondom monitoring. Dus eerst even kort van wat is dan de Friese preventieaanpak?
Want wij zien de Friese preventieaanpak voor Friesland de preventieinfrastructuur. Dus dat sluit heel mooi aan bij wat er vanuit ISA en GALA ook gevraagd wordt. De Friese preventieaanpak bestond al voordat ISA en GALA geopenbaard werden. Maar wij merkten dat eigenlijk alles wat wij hier binnen al oppakten, dat in eerste instantie echt vanuit het Nationaal Preventieakkoord kwam, dus vooral de BRAVO-thema's, heel erg aansluit bij alles wat er ook vanuit GALA gevraagd wordt en ook vanuit ISA. Dus wij zeiden, nou, het is heel mooi om die Friese preventieaanpak echt als de preventieinfrastructuur te zien. Dus de regionale samenwerking, noem ik ook gelijk even, de regionale samenwerking is dus voor Friesland, is dat dan ook gelijk aan provinciale samenwerking. Maar regionale samenwerking kan natuurlijk ook betekenen dat je bovenlokaal samenwerkt. Dus wij merken binnen de provincie dat ook zeker nog wel zo is dat bepaalde gemeenten nauwer met elkaar samenwerken. Dus ook binnen de provincie heb je nog steeds wel losse samenwerksverbanden ook. Nou, de Friese preventieaanpak staat ook echt voor een gezamenlijke ambitie. Dus goede gezondheid en welzijn met gelijk kans voor iedereen. Dus Lietje, Jong, Grut en wie is. Waarbij we een mooie levensloopbenadering ook hebben. En waarbij we ook zien dat we dus gefinancierd worden, dat is ook weer even heel belangrijk voor de monitoring, vanuit ISA-SPUC-middelen. En dat is daarbinnen wel even belangrijk als we dan ook zien, hoe ziet dan die organisatiestructuur eruit bij ons? Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar de rode stipjes zijn de ketenaanpakken. En daar zie je dus dat wij 8 coalities hebben. En daarbinnen dus 5 keten aanpakken en waarbij kansrijk start dus onder de coalitie ouderschap valt. Wij hebben een kenniswerkplaats die ook de opdracht heeft gekregen om te monitoren hoe het met de coalities en de keten aanpakken gaat. En wellicht nog wel even leuk om toe te voegen, je ziet ook lokale aanjagers in alle 18 gemeenten. Want wij hebben voor alle 18 gemeenten 24 uur aangevraagd om ook die brede preventieopgave, waaronder dus ook de keten aanpakken, lokaal te kunnen implementeren. Dus dat daar meer ruimte voor is. En ook die lokale aanjagers, dat wordt ook weer gemonitord. Nou, maakt hem denk ik ook wel weer heel ingewikkeld, maar ik denk ook wel goed in het hele verhaal. Want jullie, werd heel duidelijk gezegd, verwachten mooi geïnspireerd te worden. Maar ik denk dat ik jullie nu ook meeneem in de hele weerwaar van wat er allemaal gemonitord wordt en wat er allemaal kan. En ook hoe ingewikkeld het allemaal is. Want wat net ook al werd aangegeven, wat gebeurt er allemaal al rondom monitoring, waar ook kansrijk start in voorbij komt. Dan hebben we het over de GALA-monitoring. Nou, de vragenlijst die dus net inderdaad naar alle Friese gemeenten weer verstuurd is ook. We hebben een FRISA-monitoring. Het is natuurlijk niet zo gek dat wij in Friesland voor ons ISA-plan ook weer een mooie Friese naam hebben. Dus bij ons heet dat de FRISA. Daar hebben we dus ook een eigen monitoring aan gekoppeld. Daarnaast hebben we dus vanuit de FPA ook monitoring staan. Onder andere dus vanuit die lokale aanjagers ook. Dat we alle Friese gemeenten vragen van hoe gaat het inderdaad ook binnen jouw gemeente op die brede preventieopgave. Waaronder ook kansrijk start. Nou is het ook al zo dat we binnen Friesland al langer samenwerken rondom kansrijk start. En daarin ook provinciaal al bepaalde zaken oppakken. Dit doen wij ook onder andere samen met ROS Friesland. Mijn collega Bea zit hier ook bij. Kan dat ook beamen. Dat wij onder andere op onderdelen zoals voor het Friese zorgpad kwetsbare zwangeren. We ook al een monitoringlijst de deur uit hebben gedaan van goh, hoe gaat het eigenlijk inderdaad in de praktijk en wat merken we daar nou van? En dat zijn ook wel zaken die dus op thema nog verder provinciaal opgepakt worden. Om het dan wellicht nog een stapje ingewikkelder te kunnen maken, zijn we ook nog bovenregionaal. En dat is wel mooi dat straks inderdaad ook Groningen en Drenthe aan het woord komt. Maar dat we ook aan het kijken zijn, en dat is natuurlijk vanuit ook de FRISA, van goh, kunnen we ook die regiobeelden, kunnen we daarin ook gezamenlijk wat doen in monitoring? En dan is het dus niet alleen Friesland, maar dan kijken we ook hoe je Groningen en Drenthe daarbij kunt betrekken.
Ik denk dat dat ook wel een mooie ontwikkeling is. En dan ga je dus eigenlijk nog hoog over inderdaad kijken hoe je daarin de uitwisseling kunt doen van data. Ik hoorde zo net ook al, we willen gemeenten niet overvragen. Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is hierbij. En dat dat ook de fase is waarin we nu zitten. En dat is ook even naar mijn laatste punt van... We zijn nu heel goed aan het inventariseren van wat gebeurt er nu allemaal. Op welke vlakken wordt er dus al gemonitord? En zoals je ziet, dat zijn dus echt al heel veel verschillende vlakken. En hoe kan dat complementair aan elkaar zijn? En betekent het dat we misschien bepaalde dingen niet moeten doen? Of dat er toch nog iets mist wat we wellicht wat meer zouden moeten doen? Ik kan me namelijk indenken dat we ook vooral op het proces wat meer gaan kijken... En dat is natuurlijk toch wel net een ander vraagstuk op van, goh, wat voor effect heeft dit beleid nou precies op de gezondheid? Nou, als je dan, kijk, dit is even een voorbeeld van wat wij wel in Friesland provinciaal doen. Is eigenlijk, ja, hoe staat het nu op de belangrijke thema's? En dat zijn ook inderdaad de thema's die je op regiobeeld.nl terug kan zien. Dus daar hebben we ook al mooi gebruik van gemaakt. En inderdaad zijn dat ook de thema's die in het regioplan en ons regiobeeld ook gelukkig meegenomen zijn. Dus dit is even een schets van wat wij in Friesland doen. Met dan even als nabrander toch even het duizend soms een beetje van... alle cijfers en wat gebeurt er allemaal. Dat is een beetje de fase waarin we nu zitten. We hebben heel veel data vanuit verschillende kanten, wordt er veel gemonitord. En dat we nu vooral heel erg goed aan het kijken zijn en gelukkig met heel veel mensen, waaronder ROS Friesland, onze eigen kenniswerkplaats, waar ook de hogescholen, een universiteit en de GGD uiteraard zitting in hebben. Van goh, hoe kunnen we nou hier een lijn in krijgen? En wat we doen, is dat complementair aan wat er al is. En gaan wij mensen niet overvragen. Dat was even in het kort hoe wij het in Friesland doen. Dus wat er allemaal al gebeurt. En ik hopelijk helpt dat een beetje. Maar misschien kan ik me ook indenken dat je denkt, oh, nu wordt het heel ingewikkeld. Wat jullie allemaal doen. Maar ik hoop dat het ook een beetje helpt in... Hoe zit de verhouding ook met ISA en met GALA, de stromen, hoe doen we dat allemaal? Zijn hier vragen? Heb je wat gezien, Inge? Nee, ik heb niets gezien. Ik werd wel even getriggerd. Je zei, we hebben verschillende vragenlijsten voor die verschillende manieren van monitoring. Zijn daar dingen eventueel ook te delen voor andere regio's? Zouden we die bijvoorbeeld mee kunnen sturen, wat misschien weer helpt voor andere regio's? Ja, ik denk zeker wat ook op verschillende elementen. Hè. Zowel inderdaad dat we ook de doelgroepen vragen. We hadden vorig jaar de luxe dat we een stagiair hadden die daar onderzoek naar doet. En ook dit jaar weer de luxe dat een stagiair daarmee bezig is. Het mooie is ook dat ik die samen met ROS Friesland begeleid. Dus dat hebben we ook heel mooi in tweespraak. Zodat ook die stagiair bij beide organisaties mooi kan meekijken. Hoe gaat dat? Hè? Dus zowel vanuit de zorgkant en de GGD-kant. En ik denk, ik kijk inderdaad Bea, mijn collega, even aan dat wij dat zeker wel kunnen delen, wat daar allemaal al op gebeurt. Zeker, ja. Heel fijn. Een andere vraag via de chat. Sturen jullie ook actief bij op basis van de uitkomsten van de monitoring? Nou, tot nu toe niet echt, nee. Wel dat we merken, maar dat zit ook wel heel erg op de samenwerking. Van goh, daar mist gewoon nog wel wat. En dat zat ook op het monitoren van het zorgpad. Dat we wel merken van goh, het is er. Maar in de praktijk merkten we dat mensen elkaar toch niet zo makkelijk wisten te vinden. En dat was wel voor ons een aanleiding van goh, dan gaan wij. Want wij hebben nu pers van de pers, maar we moeten hem nog naar buiten. Er is een Fries zorgpad kwetsbare zwangeren. Vind ik al heel mooi dat we die provinciaal hebben. Daar gaan wij dit najaar wel echt ook wat aan koppelen. Dus dat we zitten eraan te denken om per VSV-regio dan ook... Nou ja, scholing dat je echt even op... een soort intervisie met elkaar in gesprek gaat. Wat betekent dat dan in de praktijk? Omdat we nu merkten, je kan dus bijvoorbeeld een zorgpad hebben... maar dat wil nog niet zeggen dat dus ook goed werkt in de praktijk.
Dus ik denk dat dat al wel een voorbeeld is hoe we dat doen. Ja, zijn er nog andere vragen? Ik kwam nog wel een opmerking of de documenten ook gedeeld kunnen worden binnen de vakgroep van onderzoekers op GGD Goor, kennisnet. Dat neem ik aan, ja. Ja, zeker. Ja. Nog ja, die notitie, als jij hem opschrijft, Inge, want anders ja, vergeet ik heb ik hem weer. Ja. Ja, heel mooi. Nee, dan zorg ik dat dat gebeurt. Ja. Nee, ik zie geen handjes op. Ja, fijn. Dat is wel helemaal dat het fijn is. Hartstikke goed. Dankjewel, Thea, voor jouw bijdrage. Ik zie Martien inmiddels in beeld. Martien, zou jij vanuit Drenthe en Groningen ons mee kunnen nemen? En je misschien jezelf ook even voorstellen van tevoren. Jij deelt ook zelf, hè? Ja, ga ik eens even kijken of dat wat lukt. Als het goed is, zien jullie de presentatie. Ja, ik zie hem. Ja, ik ben Martien Kroeze, programmaleider Kansrijke Start, samen met GGD Drenthe in Drenthe en Zorgadvies in Groningen. En ik probeer jullie vanuit een wat andere insteek mee te nemen in de manier waarop we proberen de monitoring zo goed mogelijk te gebruiken. Van landelijk naar provinciaal in deze twee provincies. Waarvoor gebruiken we eigenlijk de verschillende functies? In elk geval zijn we ooit gestart om keuzes te maken. Hebben we gezegd, ja, dan hebben we wel informatie nodig van goh, waar willen we mee aan de slag? Hè? Dus het transparant maken van die situatie. Het informeren, het vervolgens het vergelijken. En op het moment dat je aan de slag gaat, dan ook leren van joh, wat gebeurt er nu eigenlijk of niet? En op basis van die meetinformatie bij gaan sturen. Want monitoring en effectmeting, ook binnen gemeentelijke domein, is een veelgebruikt begrip, ook in die beleidsprocessen. En het houdt eigenlijk niks meer in dan zeg maar, het inzicht krijgen van de werking, hè, van eerder vastgestelde beleid of afspraken die je gaat uitvoeren en wat je nodig hebt om daarin bij te sturen. Dus er komen we al heel snel uit zeg maar, op eigenlijk een soort van PDCA-cyclus. Nou, ik heb hier een aantal stappen ingezet. Je kunt hem zo beknopt of uitgebreid maken zoals je zelf wil. Wat we nog niet gedaan hebben, dat is zeg maar oordelen of afrekenen op basis zeg maar, van die monitoring. We zijn al best wel een tijd hiermee bezig en aan de slag, maar dit is nog niet wat er gebeurt. We gebruiken de informatie op dit moment maximaal zeg maar, om bij te sturen. Nou, om jullie dan een beetje een beeld te geven, hè, het vergelijken, zeg maar, ja, dat is meer informatief om te bespreken met de netwerkpartners in de lokale coalitie, maar ook om te kijken of dat mogelijk opschaalbaar is naar een provinciaal niveau. Dat zou ook meningsvormend kunnen zijn. Hè? Hoe leren we ervan? Nou, ik geef zometeen daar in een andere slide een voorbeeld van. Waarbij je mogelijk ook provinciaal opeens uitschieters ziet naar beneden of boven. Of om bij te sturen als we zien dat een bepaalde actie of heel succesvol is of niet. Dat je op basis zeg maar, van die monitoring of de informatie die eruit komt. Instrumenten hebt om bij te sturen. We hebben het ook gebruikt in de afgelopen jaren om waar nodig met financiers, in dit geval vaak toch wel of een gemeente of provinciaal of een zorgverzekeraar, in gesprek te gaan van goh, wat moet er voorwaardelijk geregeld worden als je een bepaalde verbetering door wil zetten voor wat betreft kansrijke start. Als ik hem doorstap, dan hebben we eigenlijk op drie verschillende items hebben we geprobeerd die monitoring te gebruiken op procesindicatoren, op outputindicatoren en op effecten. En vaak is het niet één van deze drie, maar een combinatie daarvan. En net gaf ik al een voorbeeld van, goh, waar moet je dan aan denken?
Nou, in de afgelopen jaren hebben we op verschillende momenten, op basis van beschikbare cijfers, bijvoorbeeld gekeken van, goh, op welke thema's zitten nou positief of negatief uitschieters? Nou, ik heb hier even laaggeletterdheid in percentage in een grafiek getoond, waarbij de oranje balk Nederland gemiddeld is. Alles wat daarboven is in deze provincie, die zit behoorlijk structureel daarboven, zeg maar, met het aantal of het percentage laaggeletterden. Maar er zitten er ook een aantal, die zitten behoorlijk daaronder. Nou, dan kun je op provinciaal niveau, op basis van deze cijfers, wel zeggen, wacht even. Waar ligt mogelijk een oorzaak van deze uitkomsten? Of mogelijk een trendlijn? Hè? Dit is een eenmalige indicator, zeg maar, op basis van één jaar. Zodat je met elkaar in gesprek kunt gaan over de meest zinvolle of doeltreffende interventie waar je met elkaar voor zou kunnen kiezen. En wat we dan naar aanleiding van zo'n keuze dan gaan monitoren of kunnen monitoren, is in dit geval bijvoorbeeld het aantal ouders dat herkend wordt, dus in een situatie waar laaggeletterdheid speelt. Hè? Hoe goed is die vroegsignalering bij kansrijke start? Vervolgens, van die mensen die gesignaleerd worden, hoeveel worden er daadwerkelijk aangemeld bij een taalhuis? Hoeveel daarvan gaan een taaltraject in? En als we dat weten, dan kunnen we op een gegeven moment op basis van onderzoek aannames maken. Oké, maar dat betekent dat een percentage van deze mensen, hè, want daar doen we het uiteindelijk voor, het belang van de ouders en de kinderen, dat ze zich zekerder voelen, assertiever worden, gezonder, minder eenzaam, gezond, hoe zeg je dat, gezondheidsvaardig. Maar de onderzoek ook hartstikke belangrijk natuurlijk. Het helpt bij de ontwikkeling van de taalvaardigheid van het kindje. Want we weten allemaal dat als die achterstand eenmaal ontstaan is, dan haal je hem bijna nooit meer in. Nou, dit is één voorbeeld en zo zijn er nog veel meer te noemen. Wat hebben we ook gedaan als we het hebben op procesindicatoren? Bijhouden van, goh, welke deelnemers zitten er bij lokale en provinciale coalities? Hoe vaak kom je bij elkaar? Welke activiteiten of interventies voer je uit? Hoe vaak gebeurt dat? Per lokale coalitie zitten er hele grote verschillen in een provincie of niet. En die hebben we telkens opgebouwd in vier onderdelen. Het signaleren, hè, de hele brede vroegsignalering. Daar kun je bijvoorbeeld denken van, nou, er is een keuze gemaakt in Drenthe en in Groningen om gebruik te maken van een eenduidig vroegsignaleringsinstrument voor de geboortezorgpartners. Dan ga je vervolgens ook weer kijken, oké, hoe ga je die mensen het meest handig en het beste trainen? Hoeveel deelnemers? Welke partners waren dat? En op basis van die monitoren kun je bijvoorbeeld zelfs ook heel praktisch scholingspunten toekennen. Nou, verkennen is wel iets waar we denk ik in beide provincies best wel trots op mogen zijn. Maar met name in Drenthe. Hè, de GGD Drenthe als JGZ-aanbieder en ook IKARE in Drenthe. Die hebben gekozen om volledig hun prenatale huisbezoeken met behulp van de GIS-methodiek te doen. Dat betekent dat we in de hele provincie eenzelfde instrument kunnen gaan aanbieden. Nou, dat is eigenlijk gewoon hartstikke gaaf. Sterker nog, in lokale coalities hebben we gezegd, als we dit doen, hoe mooi zou het zijn als de andere netwerkpartners, waar mogelijk, ook hetzelfde instrument gaan gebruiken. Zodat het geen verrassing meer is voor een gezin dat het gaat gebeuren. En ook daarvan gaan we weer monitoren, veel meer op procesniveau. Wat is er daarvoor nodig? Welke trainingen moeten gevolgd worden? Hoe zit het met intervisie of opvolging daarvan? Meer richting outcome gaan we ook kijken van, joh, wat Thea net zei. Wat is het gebruik regionaal, maar ook lokaal van de digitale zorgpaden, die nu bij VAROS zijn ondergebracht. Maar ook wat er bijvoorbeeld nodig was destijds voor het borgen van nu niet zwanger of de gezinsplanning. Nou, op het moment dat je monitort, kun je veel van die informatie gebruiken om te komen tot een effectmeting. En kun je veel makkelijker, hè, het tellen en vertellen, het gesprek aangaan met beleidsadviseurs bij de gemeente. Als je het hebt over het financieel borgen ook ergens van. En de laatste, ja, die is toch ook wel weer gekoppeld aan financiering. We hebben dat samen genoemd, een collectieve aanpak. Waarvan we eigenlijk weten dat de effecten van centering pregnancy beter zijn dan de individuele zorg. Maar we hebben ook gemerkt dat bij de ontwikkeling en daarvan,
en het borgen met name in een regionaal gebied het niet altijd kostendekkend is. Nou, dat hebben we alleen maar vast kunnen stellen op basis van die monitoring. Hoeveel praktijken willen dit gaan aanbieden? Bij welk percentage van de zwangeren doen ze dat? Wat is het aantal deelnemers per groep? Dus ook die procesindicatoren hebben we uiteindelijk gebruikt in richting effectmeting, ook samen met TNO, om te komen naar een kostendekkend tarief, in dit geval voor zwangeren. In elk geval een eerste aanzet, zeg ik heel voorzichtig. Vervolgens sprongen wij zo'n beetje een gat in de lucht, omdat VWS het RIVM in staat stelde om een lange vragenlijst. Inge, help me eventjes, hoeveel stonden erop? Iets van 50 of zo? 50 indicatoren in de periode voor de zwangerschap, tijdens de zwangerschap en erna. Langjarig te monitoren en daar trends in te publiceren op gemeentelijk niveau. En daarmee eigenlijk ook indirect op provinciaal niveau. En dat zorgde er bij ons voor dat we niet langer afhankelijk waren van een eenmalig onderzoek of cijfers. In Drenthe en Groningen hebben we ongeveer 8 jaar geleden of zo zijn er startfoto's gemaakt. Maar dat zijn echt aparte opdrachten geweest destijds om ergens vandaan te kunnen vertrekken, hè, van een goede situatieanalyse. En die monitortrends die stellen ons ook echt in staat om lokaal en ook provinciaal dat verhaal gewoon te kunnen vertellen. En ik heb hier even een van de pagina's, in dit geval van de gemeente Hogeveen, van een nieuwsbrief toegevoegd, waarbij we zoveel mogelijk cijfers voor beleidsadviseurs, maar ook voor bestuurders, te duiden, waarin we zeggen van goh, waar zitten nu belangrijke uitschieters, in dit geval niet zozeer positief. Hè? Waar ligt de grootste opgave voor, in dit geval de gemeente Hogeveen? Dat zat op schulden en dat zat op kwetsbare gezinnen of zeer kwetsbare gezinnen. Dit waren een paar van die uitschieters, maar op basis van de informatie vanuit de kansrijke start landelijke monitor van het regiobeeld, konden we dit soort plaatjes delen en gaan bespreken met zowel de netwerkpartners als met de gemeente. Met de netwerkpartners om te komen tot een gezamenlijke keuze. Op welk van deze thema's willen we ook echt de verbeteringen realiseren? En daarna met in dit geval de bestuurders en financiers toch veelal van god, wat betekent dat als we aan de voorkant vanuit je geboortezorgketen goed signaleren en die gesprekken voeren samen met de gezinnen waar de hulpvraag ligt. Hè, die kan mogelijk verschillen van wat de zorgprofessionals vinden. Tot uiteindelijk wat er aangeboden moet worden op gemeentelijk of provinciaal niveau. En dan geldt het grafiekje wat ik straks liet zien vanuit de laaggeletterdheid weer. Dat je met elkaar kunt bespreken van goh, als we nu met 80% van de gemeente ergens een opgave hebben, dan lijkt het verstandig en handig om daar de schaalvoordelen te winden en te pakken om interventies te organiseren en beschikbaar te maken. En dat doelmatig te doen. Waar we nu naartoe werken is dat we eigenlijk, en ik heb hem specifiek een beetje vaag gehouden, omdat ik niet alle gemeenten heb gesproken of dat we deze informatie mogen delen. Maar we hebben voor Drenthe en Groningen, voor alle gemeenten, maar dus ook op provinciaal niveau, stuurinformatie qua governance, qua signalering, qua het verkennen, qua de maatwerkondersteuning. Samen, we hebben een hele trits in Excel op dit moment uitgebouwd, waarbij we op provinciaal met elkaar in gesprek kunnen gaan. Wat willen we nu eigenlijk? En ik heb een plaatje als een van de laatste toegevoegd om het iets meer inzichtelijk te maken en die we ook gebruiken in de provinciale overleggen. Zo kun je bijvoorbeeld zien dat we in eigenlijk 90% van die lokale coalities of die gemeenten een lokale coalitie hebben. En in de laatste is die inmiddels ook opgestart. Maar je ziet ook nog een aantal witte vlakken dat we nog niet in alle MDO's overal gebruik maken van de gezamenlijke inschatting van de zorgvraag als instrument. Dat is nog in ontwikkeling denk ongeveer de helft van de gemeente, maar ook in een deel van de gemeente is het nog niet opgestart. Wat we ook nog niet georganiseerd hebben, is een goed overzicht over
of van de beschikbare interventies kansrijke start per gemeente. Ook preconceptie, ik denk voor veel van ons een doorn in het oog. Dat lukt nog niet om dat goed op te schalen, regionaal, laat staan landelijk. Daar ligt wel denk ik voor, nou, hopelijk ook ons allemaal, om daar stappen op te zetten. Hopelijk vanaf dit jaar. Ik denk dat ik hiermee de belangrijkste items heb genoemd. We hebben dus heel erg zeg maar, vanuit de partners, de netwerkpartners van Kansrijke Start gekeken wat er nodig was om aan de slag ergens mee te kunnen gaan. Hè? Om met elkaar het gesprek aan te gaan wat zinvol is en wat niet. En vervolgens daar ook besluiten op te nemen en die argumentatie ook te gebruiken richting financiers. En ik heb maar even als afsluiter gezegd dat we zien dat de monitoring van lokaal naar regionaal, wat ons betreft, echt een onderdeel is van het verbeterproces. Hè? Ook vanuit die PDCA-cyclus. Het kan nog beter. Als ik een kritische noot mag plaatsen, zou ik het liefst hebben dat alle cijfers, ook van regio, beeld, kansrijke start, met een vertraging van maximaal, dat kan natuurlijk niet, hè, maar maximaal een jaar beschikbaar komen. Maar als we toch wensen mogen uitspreken, zijn dat ze wel. Want anders zijn we continu in een hele grote achteruitkijkspiegel aan het kijken, terwijl we eigenlijk naar voren willen. En we weten, we zijn in staat met elkaar om die ambities voor de toekomst wel te benoemen. En daarvoor heb je eigenlijk wel tijdige stuurinformatie nodig wat ons betreft. Ja, dit is denk ik in vogelvlucht het traject waar we mee bezig zijn in zowel Drenthe als Groningen. Oké, dankjewel, Martien. Ik zie een vraag. Mooie presentatie. Bedoel je met preconceptie bijvoorbeeld nu niet zwanger of juist preconceptie consulten bij zwangerschapswens? Preconceptie consulten eigenlijk. Ja, want gelukkig hebben we nu niet zwanger heel goed geboren. Nou, ik zie Roelie Moorlach was een van de grondleggers in Noord-Nederland van nu niet zwanger onder andere. Dus dat is echt goed verankerd in het noorden en volgens mij ook in Friesland. Zijn er nog andere vragen? Zijn er van jullie uit nog dingen te delen, Martien, denk je, voor andere regio's? Is dat nog wat te prematuur? We kunnen wel wat voorbeelden waar ik net snapshots van heb gemaakt, die kunnen we wel delen. Ja. Dat zal misschien weer behulpzaam zijn voor sommige regio's. Ik dacht, we hebben nog wat tijd. Zal ik dat regiobeeld.nl/kansrijkstart eventjes laten zien wat je ermee kan? Dat is misschien wel in dit kader momenteel behulpzaam. Zien jullie het scherm van regiobeeld nu? Heb ik het goede gedeeld, Martien? Ik zie hem nog niet volgens mij, maar... Ik zie hem wel, hoor. Ja, indicatoren zet lokale monitoring start, kansrijk start. Staat bovenin in principe. Nou, er was net al een vraag van, zijn de gegevens ook op zorgkantoorregio? Nou, je ziet dat dat inderdaad een van de mogelijkheden is. Je kunt kiezen op welk niveau je de gegevens zou willen zien. Op GGD-niveau of we zijn eigenlijk begonnen ook met op gemeenteniveau. Waarin je dus kunt kijken op verschillende, in verschillende fasen die ook bij het actieprogramma zijn. Hè, voor de zwangerschap, tijdens de zwangerschap en na de geboorte. Verschillende indicatoren die we zichtbaar maken. Je kunt vergelijken met Nederland, de landelijke cijfers. Met je eigen gemeente. Je kunt ook andere gemeentes toevoegen. Je kan je hele eigen regio eigenlijk op deze manier maken. Je kunt de gegevens downloaden, zodat je dus in PDF, maar ook in Excel, zodat je daar zelf je plaatjes van maakt. Martien, de plaatjes die jij maakte, die heb jij op deze manier ook gemaakt. Ja. We zijn momenteel, dit is zeg maar de basis, staat nu, nou ik denk anderhalf jaar of zo online, denk ik. Hè? En we zijn, dat is eigenlijk de basis set zoals we die in 2021 met een Delphi-studie hebben samengesteld.
We hebben toen afgesproken, ook met een groep van 11 coalities die dus betrokken is, de lering- en ontwikkelgroep, dat we ook nog dat aan gaan vullen met een aantal andere indicatoren die niet zozeer uit die Delphi-studie kwamen, maar wel van belang zijn. En we zijn daar nu momenteel bezig om die ook beschikbaar te stellen. We moeten dan alleen kijken even welke vorm. Nou, daar gaan we zo ook meer met de groep van 11 even naar kijken. Hoe zouden we dat dan beste kunnen presenteren? Dat het niet een enorme bak met indicatoren wordt. Dit helpt dus inderdaad om zowel op lokaal niveau, maar dus ook op regionaal niveau je gegevens zichtbaar te maken. Dat was even een vogelvlucht. Zijn hier nog vragen op, aanvullingen? Dan wil ik jullie hartelijk danken voor de aandacht en graag tot een volgende keer.